Hallo creatieve volgers van mijn filmkanaal. Fijn dat jullie weer afstemmen op een nieuwe film van Veles Creatieve Hoekje. En het is weer tijd voor een weggeefactie. En er is een heel prachtig pakket voor jullie. En dat pakket is gesponsord door Craft Emotions. En ze zijn enorm gul geweest. Het is echt een prachtig pakket. Kijken jullie even mee wat er in het pakket zit. Er zit een pak in van het briljant witte aquarelpapier, het 200 gram, dat ik zo vaak gebruik. Van de nieuwe stempelsetten zitten de vlinderset erin. Er zit bij de lelieset van de nieuwe stempels. De nieuwste tekststempels zitten erbij in. Er zit een rol tape in, dubbelzijdige tape van 6 mm breed. Er zit een acrylblokje bij voor je stempels op te zetten. Is altijd handig. En er zit een vouwbeen slash riltool bij. Dus heel dit pakket, al deze items zijn voor een gelukkige winnaar, voor één van jullie dus. En dit pakket heeft een advieswinkelwaarde van meer dan 31 euro. Als dat geen prachtige prijs is. Nu, ik heb al kaartjes gemaakt met die stempelsetten om jullie op weg te helpen, om de winnaar op weg te helpen. Maar ook voor degenen die dat, het pakket niet winnen en de stempels toch willen aanschaffen, zal ik een mooie actiebundelprijs voorzien. En dus ook voor die mensen is er leuke inspiratie voorzien. Ik heb een apart vormpje gemaakt. Dus dit kaartje, het is er eentje van, past gewoon in een C6 omslag, maar het heeft wel een leuke twist. Heel apart. Dat is er eentje. Dit kaartje is met de vlinderset gemaakt. En dan hebben we nog het tweede kaartje. Dat is dit. Hetzelfde modelletje, maar een andere opzet. En dat is gemaakt met de lelieset. We gaan beide kaarten gaan we in deze video maken. Dus het zal een iets langere video zijn dan normaal. Maar jullie krijgen er dan ook heel veel voor in de plaats. Dus er staat heel wat creativiteit op het menu vandaag. Wat moeten jullie nu doen om dat prachtige pakket te winnen? Op mijn YouTube kanaal een duimpje omhoog geven. En een leuk commentaartje achterlaten. En uit al de leuke commentaartjes die dat onder de video op mijn YouTube kanaal staan, wordt een winnaar uitgehaald. En die wordt dinsdag bekendgemaakt. Dus nu aanstaande dinsdag wordt de winnaar bekendgemaakt van dat prachtige cadeaupakket. Zoals ik zei, we gaan beide kaarten maken in deze video. Dus als heel wat. Ik zou zeggen, laten we eraan beginnen. Dag! Dus dit is de kaart die we gaan maken. Dus opengevouwen en dicht. Heel leuk apart model en zo ziet het eruit langs boven. Wat hebben we nodig? We gaan beginnen met onze basiskaart. En dat is LHC 73 zilvergrijs, 10,1 centimeter. Op 24,7 centimeter. En die basiskaart die gaan we in een snij/rilplaat leggen. Ik gebruik hier de nieuwste van Craft Emotions. En we leggen die kaart op 3,8 centimeter. Dus in de lengte. Dus de lange zijde naar beneden. En dan kijken we bovenaan op 3,8 centimeter. En daar, op die afmeting, gaan we onze kaart leggen. Dus 3,8 centimeter. En daar schuiven we onze kaart naartoe. 3,8. En dan ons snijmes gaan we gebruiken. En dat snijmes, dat gaan we starten op 7,7 centimeter. Dus op 7,7 centimeter gaan we starten. Tot 19,1 centimeter. Dus niet van boven beginnen te snijden.
Je zet je snijmes naar beneden op 7,7 cm. Controleer nog eens even of de kaart op 3,8 zit. En dan kun je snijden naar beneden toe tot aan 19,1 cm. En daar stop je met snijden. En als je dan je kaart eruit neemt, dan ziet die er zo uit. Dus je kan nog eens nameten als je dat wilt, om zeker te zijn. Dus je start op 7,7. Daar begin je en je snijdt tot 19,1 centimeter. En dan zit er eigenlijk een vlim in je kaart. In de lengte. Voilà, dat zie je hier. En dan gaan we rillen. Dus dan leggen we onze kaart terug in onze snijplank met de breedste kant naar boven. Dus de breedste kant van onze kaart naar boven. Het snijmes haal je eruit maar en je rilmes steek je erin. Maar bij deze plank van Craft Emotions, die gaat helemaal tot boven, kun je je snijmes ook naar boven schuiven. Je legt je kaart op 7,7 centimeter. Dus bovenaan kijk je op 7,7 centimeter. En dan ga je rillen. Je start van boven en je rilt tot aan die snijlijn. Dus van boven naar beneden tot aan de snijlijn. En daar stop je met rillen. Voilà. En dan zie je hier die rillijn. Dan ga je je kaart verder opschuiven. Dus naar links. Dan doe ik even de arm open. En dan ga je tot op 13,4 centimeter. Dus 13,4 centimeter. En dan ga je rillen over de hele lengte. Dus je start van boven of beneden, dat maakt niet uit. Maar je rilt de volledige breedte eigenlijk van de kaart. Dan ga je weer opschuiven naar 19,1 centimeter. Dus opschuiven naar 19,1 centimeter. En dan ga je rillen van de snijlijn naar beneden. Dus de snijlijn, daar start je tot beneden. Voilà. En dat zijn al onze rillijnen en onze snijlijn. Meer moeten we niet doen. Dus onze plank kan opzij. En dan rest ons alleen nog om onze basiskaart te gaan plooien en vouwen. Dus je doet de eerste vouwrillijn, die plooi je omhoog. De volgende naar beneden en dan onderaan ook omhoog en omlaag. En dan goed met een vouwbeen over de lijnen gaan, zodanig dat uw kaart schoon dicht blijft als ze toe is. En dan heb je die leuke vorm. Voilà. Dus omhoog, omlaag, omhoog en omlaag. En dan zijn we er. Dan hebben we nodig een wit achterwandpaneel van 10,8 cm op 14. En ik gebruik daar het Central Craft kaartkarton van 220 gram, wit glad karton. Dat hoeft helemaal geen zwaar karton te zijn. Daar komt onze basiskaart op. Maar we gaan die niet volledig bekleven met dubbelzijdige tape, enkel dit stuk. En dan kleven we dat op dat wit paneel.
Wat hebben we nog nodig? Aquarelpapier, voorpaneel aan de linkerkant, 7,3 op 9,8. En dat komt hier. Ik heb nog een paneel voor rechts nodig, van 5,4 op 9,8. En dat komt aan deze kant. Het is het briljant wit aquarelpapier dat ik gebruikt heb. Ik heb twee bovenblokjes nodig, pardon, van 5,4 op 5,7. En die komen hier. En ik heb onderblokjes nodig, twee stuks van 3,5 op 5,4. Ik zet alle afmetingen ook nog eens op mijn blog. We gaan weer ons stempelmatje gebruiken van Sizzix. We starten met ons voorpaneel links van 7,3 op 9,8 centimeter. Dat leggen we op ons stempelmatje. En daar gaan we de stempelset, de crackles van Marianne Design, de onderste, gaan we gebruiken. Ik heb hem al op een blok gezet. En de cementkleur van Versacolor, de kleintjes. En die cement is een zachte kleur, dus we hoeven niet onze stempel eerst op een kladblad af te drukken. Die achtergrond gaat sowieso zacht genoeg zijn. En je moet ook niet overdreven gaan beinkten in dit geval. Dus we drukken die crackle af op ons kaartje. Voilà. En dan gaan we de libellen nemen uit de vlinderset. Dus dat is een van die setten die te winnen is. En die libellen die gaan we stempelen met zwart. En ik ga daarvoor gebruiken het kleine kubusje, de Onyx Black van VersaFine. Dus die gaan we wel heel goed beinkten, want dat is ons focaal element op onze kaart. Hè. Dus die moet goed zichtbaar zijn. En afdrukken. En dan gaan we van Craft Emotions de tekststempelset Volg je hart gebruiken, de quotes. Die onderste gaan we gebruiken. Die zit ook dus in het te winnen pakket, hè, deze set. En dat gaan we met zwarte ook afdrukken, dezelfde zwarte. Dan gaan we het voorpaneel rechts nemen van 5,4 op 9,8 centimeter. We gaan diezelfde crackle stempel gebruiken en diezelfde cementkleur. En dat gaan we ook afdrukken. En alle afmetingen kun je nog eens nakijken op mijn blog. Daar staat alles vermeld. En dan gaan we daar van Marianne Design de handgeschreven De Veel Liefs stempeltekst opzetten. En dat doen we ook met zwart. En dan gaan we deze vlinder gebruiken uit diezelfde set. En ik stempel mijn tekst eerst en dan pas mijn twee vlinders, omdat ik dan de vlinders kan aanpassen aan de tekst. Want de vlinder mag er een stuk af, maar de tekst niet. Dan hebben we de twee bovenblokjes van 5,4 op 5,7 centimeter. Hier moet je wel een beetje opletten, want die 5,4 en 5,7, dat is bijna dezelfde afmeting en je moet zien dat je je niet gaat vergissen. Dus als je dat zo gaat opkleven, dat klopt niet. Het moet zo. Voilà. Dus leg ze even op je kaart. En schuift ze dan op uw stempelmatje, dan gaat u zeker niet kunnen vergissen. En ook die twee blokjes, allebei,
gaan we bestempelen met de crackle in het cement en dan daarna gaan we weer een stempel gebruiken uit die vlinderset en ook die gaan we dan weer met zwart beinkten. Vlinder gaan we stempelen met VersaFine Clair Morning Mist, een zachte grijze inkt. En dan gaan we de droogbloemen boeket van Craft Emotions gebruiken en we gaan dat kleine takje onderaan gaan we gebruiken en dat gaan we ook met VersaFine Clair stempelen en dat is om rondom de vlindertjes een beetje te versieren. Linksboven, hier niet. Hier niet, daar wel. Dus je verswitcht altijd. Dan heb je een mooi evenwicht. Nu gaan we de onderste blokjes nemen van 3,5 op 5,4. En we gaan die niet horizontaal, we gaan die verticaal gebruiken. Zo niet dus. Zo. Dus het moet, onderaan moeten die oppassen. En we gaan er ook eerst de crackle opzetten in cementkleur. Droogbloemenboeket gaan we nu het grote boeket gebruiken en dat gaan we weer met die VersaFine Clair, die zachte grijze instempelen. Tweede kleine blokje gaan we dit zetten en dat ook. En ondertussen weet ik van jullie de naam terug van die tak, dat is de Judaspenning. Ik wist het echt niet meer. Dus heel leuk dat jullie mij even terug mijn geheugen hebben opgefrist. Ik heb het altijd zoiets leuk gevonden. Echt 70's, hè. Super tof. Tijd om de kaart in elkaar te steken en ik gebruik voor deze PVA-lijm omdat je dan met je paneeltjes nog kan schuiven.
Helaas is er met deze video iets misgegaan en ben ik het stuk van het in elkaar zetten verloren. Maar met de tweede kaart maak ik dat goed en hebben jullie alles. En dan gaan we nu aan de tweede kaart beginnen. Het model is hetzelfde als de eerste, maar nu staat in de hoofdrol de andere stempelset die in het geschenkpakket zit, die met de lelies. De afmetingen zijn allemaal hetzelfde. Dus we beginnen met een achterwandpaneel van 10,8 op 14 centimeter. En dat is datzelfde wit karton van Central Craft. De basiskaart is Aqua deze keer, de LHC 26. En ook weer 10,1 centimeter op 24,7 centimeter. We hebben ook weer een voorpaneel links nodig van 7,3 op 9,8 centimeter. En dat is weer dat aquarelpapier van 200 gram, briljant wit. We hebben ook een voorpaneel rechts weer nodig van 5,4 centimeter op 9,8 centimeter. En we hebben ook weer nodig de blokjes, dus twee bovenblokjes van 5,4 op 5,7, die zijn dus voor bovenaan, 2. En we hebben ook weer de onderblokjes, ook 2 nodig voor onderaan, 3,5 centimeter op 5,4 centimeter. Allemaal dus briljant wit aquarelpapier van Craft Emotions. We starten weer met onze basiskaart, onze gekleurde, de Aqua. En we leggen die op die lange kant weer, in onze snijplank, dus de lange kant, en die leggen we op bovenaan dus op 3,8 centimeter. Bovenaan op 3,8 centimeter. Hier kun je het nog eens zien, maar ik zet alle afmetingen op mijn blog. Daar kun je alles nog eens nalezen. En rustig opschrijven als je dat wilt, dan heb je alle afmetingen. Dus op 3,8 centimeter. We zorgen dat ons snijmes klaar zit. En we starten met snijden op 7,7 centimeter. Dus we zetten ons snijmes op 7,7 centimeter. Daar beginnen we pas te snijden, dus niet bovenaan. En dan snijden we naar beneden. Helemaal niet. We gaan niet tot ten einde. We stoppen op 19,1 centimeter. Dus we snijden door tot 19,1 centimeter. En dan draaien we onze kaart weer met het brede deel naar boven. Dus het brede stuk dat wijst naar boven. En we leggen dat in onze plank. We gaan nu rillen. Dus je snijmes steek je helemaal naar boven en je gebruikt het rilmes. Het handige aan deze plank is dat je de messen er niet moet uithalen. Je kan het gewoon helemaal naar boven schuiven. En je legt je kaart op 7,7 centimeter. Dus de rand aan de linkerkant moet op 7,7 centimeter. En dan gaan we rillen tot aan de snijlijn. Dus van boven naar beneden tot aan de snijlijn. En daar stoppen. En dan gaan we onze kaart verder doorschuiven naar links. Ik ga even de arm open doen van mijn snijbord. En dan gaan we doorschuiven naar 13,4 centimeter. Dus doorschuiven naar 13,4 centimeter. En dan gaan we over de hele breedte rillen. Dus van boven naar onder helemaal. Een paar keer over en weer gaan. Voilà. En dan schuiven we weer verder naar links. En dan leggen we ons kaart op 19,1 centimeter. Dus naar 19,1 centimeter.
En dan gaan we rillen vanaf de snijlijn naar beneden toe. Dus hier is de snijlijn en dan naar beneden toe. En naar beneden. Ook een keer of twee over en weer gaan. Of drie. Voilà. En dan is ons rillen en snijden is dan weer klaar. En dan gaan we beginnen stempelen. We beginnen met ons linkse paneel van 7,3 op 9,8. En we gaan daarvoor deze lelie gebruiken, die bovenste hier, uit de stempelset van de lelies van Craft Emotions. En ook die prachtige set zit in het gratis pakket. Ik heb een niet-permanente lijmroller. En ik ga mijn kaartje daar hier zo in die hoek, ik heb dat met een stilo bij mijn vorige kaartjes al gemerkt, aangetekend. En ik ga diezelfde hoek gebruiken. En ik zet mijn kaartje daarin. Ik doe dat omdat ik zelfs af de hoek ga stempelen. En ik neem mijn verpakking erbij. En het mica velken, waar dat die tekening op staat, die ga ik positioneren op mijn kaart. Omdat ik dan heel gemakkelijk kan zien en kan bepalen waar dat ik mijn bloem gestempeld wil hebben. Dus ik hou mijn verpakking vast. Ik leg de bloem op die verpakking. Ik sluit mijn deur, zodat de stempel erop hangt. En dan kan ik de verpakking wegnemen en dan gaat die stempel exact zitten waar dat ik hem wil. Ik ga archival ink gebruiken, watering can. Dus ook een lichte grijze inkt, maar die is heel geschikt om met aquarel te gaan gebruiken. Daarom dat ik de archival gebruik. En zo'n grijze inkt gaat het eindresultaat ook veel zachter maken dan tegenover dat je met zwart zou gaan stempelen. Dus als we dan straks gaan inkleuren, dan ga je dat verschil direct merken. Onze eerste bloem staat erop. Dan gebruiken we masking sheets. En ik heb daar terug op gestempeld. Dus ik heb mijn stempel direct een tweede keer afgedrukt. Zodanig dat die heel lichtjes op het papier staat. En dan uitgeknipt met een schaar. Maar ik heb enkel de bovenkant uitgeknipt. De onderzijde is niet nodig. In dit geval toch niet. Omdat we alleen van boven gaan overlappen. Dus, en dan is het niet nodig om dat werk van dat uitknippen te gaan doen. Dus ik kleef mijn uitgeknipt masker op mijn bloem, zodanig dat die beschermd is. En dan kan ik er nog een bloem gaan bovenstempelen, die dat dan een beetje gaat overlappen met de onderste. En ook nu ga ik weer... De verpakking van mijn, deze stempel ga ik gebruiken, die onderste losse bloem. En ook nu ga ik dus weer die verpakking gebruiken
om te gaan bepalen waar dat ik mijn bloem exact wil. Dus met die mica sheet waar dat die tekening op staat, kun je dat heel mooi gaan verleggen en nog eens verleggen en kijken en beslissen waar dat je die tweede bloem of wat dan ook dat je gaat stempelen wilt hebben. Dus en je kunt dat gemakkelijk dan verschuiven. Dus eens dat je de juiste positie hebt gevonden, leg je weer je stempel op die verpakking. Je sluit de deur van je stempelhulp en je kan gaan beinkten en afdrukken. En als je zo met die verpakking werkt, en er zitten nog andere stempeltjes in, dan is het sowieso wel gemakkelijk als je kaartje wat meer in het midden ligt. Want anders zitten die stempels in die verpakking in de weg natuurlijk. Hè. En nu kan dat gemakkelijk. Voilà, onze tweede bloem, die staat er ook op. Het masker kan eraf. Dat hebben we voorlopig niet meer nodig. Maar dat kunnen we wel terug op dat plasticje kleven. En dan kunnen we dat bijhouden voor een volgend project nog. En dan gaan we ons derde bloem stempelen. We nemen weer die losse bloem en die gaan we in die bovenhoek stempelen. En ook nu ga ik weer de verpakking of die mica sheet gebruiken om te bepalen waar exact dat ik die losse bloem in die hoek wil hebben. En weer zoals daarvoor, stempeltje leggen, deurtje toe, beinkten en afdrukken. En dan is het klaar om te gaan inkleuren. Ik ga je alle kleuren van de Aquaflow markers die ik gebruikt heb, die ga ik ook op mijn blog vermelden. Dus ik ga zeggen, uit setje dat heb ik die en die kleur gebruikt. En dan kunnen jullie dat gemakkelijker terugvinden. Dat is iets gemakkelijker te volgen dan zo op de video hier. Ik ga ook niet alle inkleuring tonen. Ik ga bepaalde stukken versneld doen. Ik laat jullie de basis zien en dan weten jullie hoe dat het moet. En dan de rest ga ik dan versneld doen, want anders gaat de video echt wel te lang worden. Dus maar ik begin met alle bloemblaadjes in te kleuren met de pure pen. Dus ik ga rechtstreeks met de Aquaflow pen de bloemblaadjes inkleuren. Dat is het prille begin, zeg maar. Ik heb wat van de rode Aquaflow marker en de oranje op mijn glasplaat gezet. Ik heb een vochtig nummer 0 penseel en ik ga nu met het rood hier en daar accenten aanbrengen op de bloemblaadjes. En dan daarna gaan we die uitveden of vervagen. Dat donkerrode gaan we vervagen en dat gaan we doen met een zeer vochtig penseel.
als je twijfelt of een bepaald deel bij de bloem of bij de blaadjes hoort, omdat als je van de pagina afstempelt, is dat soms moeilijk, neem dan de verpakking erbij en dan kun je goed zien wat dat waarbij hoort. Dus dit blad hoort nog bij mijn bloem, omdat ik het op de verpakking heb gezien. Dus ik weet nu dat ik die ook moet gaan inkleuren. Dus als je ergens twijfelt of als je af de pagina hebt gestempeld, is het heel gemakkelijk om even op de verpakking te kijken, zodat je nog weet waar je zit. Ik heb er eentje volledig ingekleurd om de video een beetje in te korten. Het groen heb ik ook al aangebracht. We gaan daar nu nog de donkergroene accenten ook nog bij zetten. Even mijn rode en oranje kleur wegnemen, dat ik niet meng. Dus ik ga het donkere groen nu pakken. Ik zet daar ook een beetje van op mijn glasplaat. En dan ga ik donkere accenten hier en daar aanbrengen. En daarna ga ik die weer vervagen met een zeer vochtig penseel. Dit paneel gaan we nu even laten rusten en drogen voordat we eraan verder werken. Dan hebben we ons paneel dat helemaal rechts komt en dat is 5,4 op 9,8. Dat is even lang als het andere, maar smaller. En dan gaan we dat nu ook bestempelen. En we gaan weer ons stempelmatje gebruiken. En we gaan de Marianne Design Texture Stempels gebruiken, de onderste van de twee script stempels. En die zetten we op een blok en die gaan we beinkten met de Archival, de Watering Can. Dus we gaan weer diezelfde grijze, lichtgrijze inkt gebruiken. En we gaan onze stempel beinkten. En omdat het nu een achtergrondinformatie is, gaan we zachtjes, wel zachtjes, eventjes afdrukken. En dan op ons kaartje. En we kunnen nog eens afdrukken voor het onderste stuk. En eventueel nog een klein streepje ergens bijzetten. Dus dan hebben we een zeer lichte afdruk. En dat is belangrijk, want de script is ons achtergrondinformatie eigenlijk. En dan gaan we een tekstje erin zetten van Dini Sprakel, deze. En dat is een oudere stempelset van Studio Light. En die ga ik beinkten met de zwarte inkt, met het kleine kubusje van VersaFine weer terug. En dan gaan we die lelie weer gebruiken uit de set. En die gaan we ook weer aanpassen aan onze gestempelde tekst. Net zoals we dat op onze vorige kaart hebben gedaan. Eerst de tekst stempelen en dan hetgeen rondkomt er aan aanpassen.
Want als je nu eerst die bloemen had gestempeld, dan had je waarschijnlijk geen plaats gehad voor je tekst. Ik heb een blokje dat iets kleiner is dan mijn stempeltje. Dat is niet erg, want ik ga toch niet die volledige stempel gebruiken. En ik gebruik weer de watering can, dus de grijze archival inkt. En nu kan ik dus mooi gaan aansluiten mijn bloem aan mijn tekst. Dus dat kun je heel goed zien. En dan gaan we daarna aan de bovenkant ook nog één op dezelfde manier zetten. En ook dit gaan we weer op dezelfde manier inkleuren. En ik ga hier de video even versnellen omwille van de lengte van de film anders. En hier kun je nu heel goed het verschil zien tussen deze bloem en deze, waar dat met accenten gewerkt is, waar dat donkere kleur is toegevoegd en waar niet. En dan gaan we nu onze bovenblokjes nemen van 2 maal van 5,4 op 5,7. En die gaan we nu ook bestempelen. En let erop dat je ze in de juiste richting houdt, hè. Ik heb dat met de vorige kaart ook gezegd, want het moet hierin passen. En het is bedrieglijk, hè. 5,4 en 5,7, dat is bijna een vierkant. Maar als je je vergist, pardon, dan passen ze niet op hun plaats en dan staat hetgeen je gestempeld hebt ondersteboven. En ook op deze twee blokjes gaan we die scriptstempel zetten en op dezelfde manier als daar straks even afdrukken en dan pas op ons kaartje. En dan gaan we dat kaartje verder bestempelen.
We gaan daar een vlinder op zetten, die onderste van onze vlinderset die ook in het pakket zit. En we gaan erop letten, die pootjes die je hier ziet, die gaan we opletten dat we die op de onderste rand stempelen. En we gaan weer met de watering can stempelen. En we gaan die losse lelie nog toevoegen. En ook nu gaan we die aanpassen aan onze vlinder, net zoals we dat bij die tekst hadden gedaan. En we gaan die vlinder inkleuren met een heel lichte gele kleur en met een zacht lila kleurtje. En de onderkant van de vlinder gaan we met het geel doen. En de bovenkant gaan we met het lila doen. En dan gaan we met het geel terug over het geel en ook over het lila. Om de twee kleuren aan de overgang te vermengen met elkaar. En zo de overgang tussen de twee kleuren zachter te maken. En ik heb hier al het volledig afgewerkte kaartje. We moeten er nog een tweede maken en voor dat tweede gaan we deze vlinder gebruiken, omdat die in de tegenrichting zit. En die gaan we alleen maar in het geel kleuren. En ik ga ook nu de video een beetje versnellen. Ik heb besloten om de vlinder niet in het geel, maar in het zacht lila te zetten. Dan gaat hem iets beter opvallen en de accentjes die ga ik dan met donkerpaars doen. Is het nu tijd voor onze twee onderste blokjes en
Die zijn 3,5 op 5,4 centimeter. En ook daar gaan we weer die script opstempelen zoals op de andere blokjes. De lelie die ik daarnet heb aangewezen, die past niet volledig op mijn langwerpig blokje, maar dat is niet erg, want we gaan maar een stuk van die lelie stempelen. Dus ik ga enkel het bovenste gedeelte op dat kleine, smalle kaartje stempelen. Dus dat maakt niet zoveel uit dat je dan niet heel je stempel op een blokje hebt staan. Ik ga de twee kaartjes, de twee kleine strookjes, op dezelfde manier bestempelen. En daarna ga ik ze ook weer op dezelfde manier als al de rest inkleuren. En ook dat ga ik even versneld laten afspelen, omwille van de duur van de video. En dan gaan we nu alle gestempelde en ingekleurde kaartjes verzamelen. Die hebben nu allemaal ook een beetje kunnen drogen. En dan gaan we de omtrek nog doen. Ik ga hier en daar nog even bijwerken waar nog wat donkergroen moet bij zijn. Het is het best als je de bloemen hebt gedaan en het geheel is een beetje vochtig, om daar dan even mee te wachten en alles even te laten drogen. Voordat je dan dat doet. Dus dat ga ik nu even controleren. Ook of er hier en daar nog iets bruin moet toegevoegd worden van de stampertjes. En dan ga ik de omtrek in het heel lichtblauw zetten.
dan kunnen we nu eindelijk gaan afwerken. Er was heel wat inkleurwerk gemoeid, hè, met dit kaartje. Ik heb hier de Obsidian Black Aquaflow marker. En die gaan we gebruiken om wat spettertjes aan te brengen. Ik zie dat ik hier nog even de nummer van het setje er voor jullie aan het opschrijven ben. Maar zoals ik al zei, ik ga alles gedetailleerd op mijn blog zetten. Sowieso staat er onder het filmpje een link naar de webwinkel waar alle materialen staan. Maar ik ga nog eens heel uitgebreid op mijn blog zetten. Van dat setje heb ik die kleuren gebruikt, van dat setje die kleuren, zodat het heel duidelijk is voor jullie. Moest het zijn dat je graag dezelfde kleuren gebruikt. Dus ik heb wat van die Obsidian Black op mijn glasplaat aangebracht en ik heb dat al verwaterd. Ik heb daar water bij gedaan, ik heb het al gemengd. Ik heb mijn penseel terug proper gemaakt. Ik heb met een tissue mijn bloemen een beetje afgedekt. Even een testje doen op mijn glasplaat voordat je rechtstreeks op je kaartje gaat werken. Dat is altijd heel belangrijk. En zien dat het ijzerke van je penseel, dat daar geen vochtdruppels aan hangen. Want dan heb je dikke waterspatten op je kaart. Dus daar moet je altijd wel even op letten. Dus, en dan breng je zoveel zwarte spettertjes aan als dat je zelf wil. Ik besloot hier om er nog een paar bij te doen. Als er een paar op die bloemen vallen, dat is niet zo erg. Maar in eerste instantie dek ik die toch af om een beetje gecontroleerd te hebben. Zodat er niet te veel op zitten. Dus dat kaartje leggen we dan opzij om te drogen. En dan gaan we hetzelfde doen bij alle andere kaartjes. Maar laat ze ook allemaal wel goed drogen. En dan gaan we hier een tekstje aanbrengen. Ik gebruik daarvoor een setje van Nelly's Choice. En ik ga het stempeltje Een Fijne Dag gebruiken. Het is uit het setje Voor Jou. En we gaan dat stempelen met zwarte inkt. En ik gebruik daarvoor weer dat kleine kubusblokje van VersaFine, de Onyx Black. En we stempelen natuurlijk weer op ons stempelmatje om een perfecte tegendruk te krijgen. En dan gaan we nu ons kaartje in elkaar kunnen zetten. Omwille van de duur van de video ga ik, om wat sneller te zijn nu, zo'n permanente lijmroller gebruiken. Dat gaat wat sneller dan dubbelzijdige tape. Ik gebruik die normaal gezien niet zo heel vaak. Maar als het echt snel moet gaan, dan durf ik die al wel eens ter hand nemen. Dus we hebben ons voorpaneeltje dubbelzijdige rollertape opgedaan en dat kleven we langs links. En dan hebben we ons ander groot paneeltje dat iets smaller is. Dat komt helemaal rechts. En let ook op je vouwlijn van je kaart, dat je niet je paneeltje over die vouwlijn gaat kleven. Dus, want dan gaat je kaart niet meer goed kunnen sluiten. En dan moeten we nog de twee bovenblokjes en de twee onderblokjes opkleven. En dan is ons kaartje helemaal klaar. Wil jij deze prachtige prijs winnen, die zo gul gedoneerd is door Craft Emotions, dan moet je zeker op mijn videokanaal een leuk berichtje achterlaten en een duimpje omhoog. En dan maak jij kans om dat pakket te winnen. Dinsdag is de bekendmaking van de gelukkige winnaar. En ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden, dat jullie het leuke kaartjes vonden.
Vergeet zeker niet te abonneren als je dat nog niet bent. En duimpje omhoog en deel vooral deze video overal waar je maar kan. En niet vergeten, duimpje omhoog. Tot de volgende!